Ja, wat ik even wil zeggen, ik ben heel trots. Ik ben trots op Unkebon. Ik ben trots op de vrijwilligers die Unkebon hebben gemaakt wat het is en wat we samen hebben bereikt. Unkebon heeft geen betaalde krachten, heeft alleen vrijwilligers. En toch is Unkebon wel redelijk bekend om zijn professionele aanpak. Niet lang voordat Edison Reyna gezaghebber werd, is Unkebon opgericht. Medeoprichters zijn hier ook vanavond. Direct werd Unkebon invloedrijk. Met spraakmakende acties. Maar behalve wat er in de presentatie staat, we deden ook enquêtes waarin mensen konden vertellen wat ze vonden van de klantgerichtheid, van de klantbehandeling van bedrijven. En vervolgens konden die bedrijven dat gebruiken om hun service aan de klanten te verbeteren. We hielpen bedrijven daarna vervolgens ook met de opzet van een klachtenbehandelingsprocedure. En bedrijven kregen daar informatie uit op welke manier ze hun klantbehandeling konden verbeteren. En ja, hoewel het allemaal heel langzaam gaat, zijn er echt wel dingen veranderd op Bonaire. Unkebon gelooft in de kracht van samenwerking. We werken zoveel mogelijk samen met bedrijven, met overheid en met zusterorganisatie Chenep Consumido om zaken voor elkaar te krijgen. Maar op het moment dat we denken dat het nodig is om de confrontatie te zoeken, zijn we daar ook niet bang voor. Maar wel zoveel mogelijk met het behoud van de relatie. En dat is op Bonaire vaak niet echt makkelijk. Geduld is een schone zaak. En volharding ook. Al sinds 2013 vraagt Unkebon Nederlandse bewindslieden, kamerleden, ambtenaren aandacht voor de armoedeproblematiek op Bonaire. In gesprekken, in brieven, in weergesprekken, in weerbrieven. Het schiet niet op. En dat is ook de reden waarom Unkebon uiteindelijk heeft besloten om de confrontatie te zoeken met een rechtszaak.